Wie in Merelbeke aan het Moskou-viaduct passeert, zal het al opgemerkt hebben. Spoorwegbeheerder Infrabel is er bezig met het vernieuwen van de sporen, de bovenleiding en de signalisatie. Dat is wel nodig, de wissels en de bovenleiding dateren eigenlijk uit de jaren 80. Dus die waren goed 40 jaar oud en die waren eigenlijk wel dringend aan vernieuwing toe. Op zich was eigenlijk alles nog in orde om treinverkeer daarover te laten, maar die infrastructuur was eigenlijk onderhoudsintensief geworden. Dus daarmee wordt dat nu vernieuwd en wordt eigenlijk een storingsgevoelig punt in ons net wordt eigenlijk nu terug een betrouwbaar punt voor het reizigers- en goederenverkeer. De voorbije weekends was het treinverkeer al onderbroken. Maar nu wordt het verkeer tussen Gent-Sint-Pieters, Merelbeke en Melle een hele week stilgelegd. Dat is eerder uitzonderlijk, maar in dit geval is het wel noodzakelijk, zeggen ze bij Infrabel. Voor langere periodes van een week of meer, dat is niet altijd, komt niet zo heel vaak voor, maar het is wel essentieel omdat dan de mensen en ook de aannemers in volledige veiligheid kunnen werken, omdat we verschillende werken kunnen combineren aan de sporen, de seinen, de bovenleiding, de wissels. Dat is hetgeen wat er eigenlijk hier gebeurt. En dat zorgt natuurlijk voor een efficiënte manier om die werken uit te voeren. En daardoor kunnen we ook minder hinder veroorzaken bij de reizigers, want anders had je tientallen werkweekends waarop het treinverkeer onderbroken zou zijn. Dat zou natuurlijk nog nadeliger zijn. Er zijn vervangbussen ingelegd die pendelaars tot op hun bestemming moeten brengen. Het is deze week nog even doorbijten voor al wie de trein moet nemen. Gelukkig is het einde van de werken wel in zicht. De komende maanden zijn er nog een viertal werkweekends waarbij het treinverkeer eveneens zal onderbroken zijn tussen Gent en Melle. Dat is nodig om dus de afwerkingen, de afstemmingen en afregelingen te maken. En begin volgend jaar zouden alle werken dan klaar zijn. En dan kunnen de reizigers gebruik maken van de vernieuwde spoorinfrastructuur die dus de veiligheid en de vlotheid van het treinverkeer ten goede komt. Dat zou dan voor een zeer lange periode moeten zijn. De vorige vernieuwing is gebeurd in de jaren 80, dus normaal zou het al voor 35 tot 40 jaar goed moeten zijn.